Eindexamen Natuurkunde 2014 voor VWO. En we gaan kijken naar opgave 2. En opgave 2 heeft als thema het meten van G-krachten in een attractiepark. En in de introductie worden twee leerlingen gepresenteerd, Ingrid en Karel. En die hebben een sensor gemaakt waarmee ze krachten kunnen gaan meten, normaal krachten kunnen gaan meten, terwijl ze in een attractiepark zitten. En daarbij maken ze gebruik van een drukgevoelige weerstand. In figuur 1 kun je de schematische opstelling zien. Die drukgevoelige weerstand staat in serie met een vaste weerstand. En ze zijn aangesloten op een batterij met een spanning van 9 volt. En de vraag is nu, welk van de twee spanningen wordt nu gemeten als sensorspanning? Is dat de spanning die staat tussen de punten A en B of de spanning die staat tussen de punten B en C? Daarbij hebben we ook figuur 3 en figuur 4 nodig. In figuur 3 kun je lezen wat er gebeurt met de grootte van de drukgevoelige weerstand als er een kracht op uitgeoefend wordt en je ziet dat die grootte afneemt. En in figuur 4 kun je zien wat er gemeten wordt als de kracht toeneemt. En er wordt gemeten een hogere sensorspanning bij een grotere kracht. We moeten die twee gegevens gaan gebruiken om te gaan achterhalen over welke van deze twee combinaties van contacten er gemeten is. En we gaan die gebruik maken van het begrip spanningsdeler. Want beide weerstanden staan in serie. En de bronspanning wordt verdeeld over beide weerstanden. Dus over UAB en over UBC. Die zijn samen altijd gelijk aan de bronspanning. Hoe groot is die UAB? Nou, die UAB is niks anders dan de grootte van die weerstand, die drukgevoelig is, maal de stroomsterkte. En de grootte van UBC is gelijk aan de grootte van de vaste weerstand, maal de stroomsterkte. Eén ding weten we zeker, die stroomsterkte, links en rechts, die zijn elkaar gelijk. Want beide weerstanden staan in serie. Wat gebeurt er nu als er een kracht uitgeoefend wordt en de drukgevoelige weerstand een kleinere waarde krijgt? Als hij een kleinere waarde krijgt, dan zal de grootte van deze spanning in verhouding met de grootte van deze spanning afnemen. Dus UAB wordt dan kleiner. En uit het feit dat beiden een spanningsdeler vormen, als de spanning UAB kleiner wordt, dan moet de spanning UBC groter worden, want samen zijn ze natuurlijk altijd gelijk aan die bronspanning en die is constant. En dan hebben we eigenlijk al het antwoord. Als de druk toeneemt, dan neemt de waarde van die weerstand, van de drukgevoelige weerstand, af. De waarde van de spanning AB neemt dus ook af en de waarde van de spanning BC neemt dus toe. Dus er moet gemeten worden tussen punt B en punt C. Dat levert de sensorspanning. Vraag 8. Bij vraag 8 is de vraag: gebruik de meetgegevens en bereken hoe groot de waarde is van de vaste weerstand. En hier gaan we ook weer gebruik maken van het feit dat ze samen in serie staan en dat ze dus eigenlijk werken als een spanningsdeler. En we moeten eventjes uit de figuur een combinatie halen van een waarde van de drukgevoelige sensor bij een bepaalde kracht. En die gaan we dan doorrekenen. Nu maakt het niet uit welke waarde je pakt. Ik kies er nu voor om een waarde te pakken van 800 ohm. En wanneer is die drukgevoelige weerstand, is die gelijk aan 800 ohm, als er een kracht uitgeoefend wordt van een halve newton. In het figuur 4 kunnen we aflezen dat bij een halve newton de sensorspanning 3 volt bedraagt. En we hebben net gezien bij vraag 7 dat die sensorspanning, dat het dus hier zit. Dit is dus 3 volt. In de vraag staat dat de batterij een grootte heeft van 9 volt. Dan weten we ook meteen de grootte van de spanning tussen punten A en B. Dat zal 6 volt bedragen. En we weten hier de grootte van de weerstand, wat we hebben gezegd, die is 800 ohm. Met deze twee gegevens kunnen we gaan uitrekenen hoe groot de stroomsterkte is die gaat lopen. Want de stroomsterkte is, is de spanning delen door de grootte van de weerstand. En we weten beide waarden. Dit is 6 volt en 800 ohm. En als je op elkaar deelt,
Dan komt er uit 7,5 maal 10 tot de macht min 3 ampère. Deze stroom loopt natuurlijk ook door de vaste weerstand, R. En we weten bij de vaste weerstand hoe groot het spanningsverschil is, want die is 3 volt. Weten we weer twee van de drie waarden uit de wet van Ohm, nu kunnen we de wet van Ohm weer toepassen. Alleen, de enige onbekende is nu de waarde R. Die is gelijk aan UBC delen door I. UBC hebben we net afgelezen, is 3 volt. Die I is constant, want ze staan in serie, dus die is hier ook 7,5 van 10 min 3 ampère. Als je het uitrekent, komt er uit 400 ohm. En als je het netjes doet, 4,0 maal 10 tot de macht 2 ohm. Vraag 9. Bij vraag 9 wordt de opstelling uitgebreid. Er wordt namelijk een schakelaar ingezet. En met die schakelaar moet je de krachtsensor aan of uit kunnen zetten. En er wordt tevens een ledlampje ook gemonteerd. En het ledlampje, daarmee kun je kijken of de schakelaar inderdaad aan of uit staat. Dus die moet branden als de sensorspanning als die er is. En hij moet niet branden als alles uit staat. Er wordt één extra eis gesteld. De ledlamp mag de sensorspanning niet beïnvloeden. We gaan drie verschillende mogelijke opstellingen zien. En we moeten bij twee van de drie uitleggen waarom deze opstelling niet goed is. En dan houden we er eentje over en dat is dan de goede keus. Nou, laten we eens gaan kijken. Dit is opstelling 1. Er is voor gekozen om zowel de ledlamp als de schakelaar in serie te zetten met de weerstand. Nou, voor die schakelaar is dat eigenlijk prima, want als de schakelaar nu open staat, dan staat alles uit. Het enige probleem is als de schakelaar gesloten is en er stroom loopt, dat omdat die ledlamp in serie staat met die twee weerstanden, dat er ook altijd een spanning zal gaan staan over die ledlamp. En als er een spanning gaat staan over die ledlamp, dan ben je dus de sensorspanning ook aan het beïnvloeden. Want alle spanningen opgeteld zijn samen die batterijspanning van 9 volt. En je bent dan dus de sensorspanning aan het beïnvloeden en dat mag niet. Dus deze opstelling is zeker niet goed. De led mag nooit in serie staan met de twee weerstanden. Optie 2. Nou, dit lijkt heel aardig. Er is voor gekozen om de ledlamp parallel te zetten aan de twee weerstanden. Dus de sensorspanning wordt zeker niet beïnvloed. Er zit alleen één klein addertje onder het gras. De schakelaar staat op de verkeerde plaats. Want als hier de schakelaar open staat, gaat het lampje wel uit. Maar je beïnvloedt in geen enkel opzicht de twee weerstanden. Dus die sensorspanning die zal gewoon blijven bestaan. Je kunt die sensor niet uitzetten. Je kunt alleen het lampje uitzetten. Nou, optie C. Daar is het lampje staat in parallel aan de twee weerstanden. En er is voor gekozen om de schakelaar op de juiste plek te zetten. Als de schakelaar open staat, gebeurt er helemaal niks. Dus met deze opstelling voldoe je aan alle eisen. Dus het goede antwoord bij opdracht 9, bij vraag 9, is keuze C. Vraag 10. Vraag 10 gaat over een nieuwe definitie. Dat is de definitie van G-kracht. En een G-kracht wordt gezegd is de normaalkracht die iemand ondervindt, gedeeld door de zwaartekracht die zo'n persoon ondervindt. En de vraag is, leg uit waarom G-factor een betere naam zou zijn dan G-kracht. En om dat op te lossen, kun je eens gaan kijken naar de eenheid. Wat is de eenheid van G-kracht? Nou, de eenheid van G-kracht is natuurlijk gelijk aan de eenheid van normaalkracht, delen door de eenheid van de zwaartekracht. En dan krijg je Newton delen door Newton. En je krijgt dat die G-kracht eenheidsloos is. En dat is natuurlijk een beetje krom. Want G-kracht, dat impliceert eigenlijk dat de naam G-kracht impliceert dat de eenheid van dat ding Newton zou zijn. Maar het heeft geen eenheid. En waarom is G-factor dan een betere naam? Een factor geeft eigenlijk niks anders weer dan een verhouding tussen twee dingen. In dit geval tussen twee krachten. En de verhouding is altijd eenheidsloos. En daarom zou G-factor een veel betere naam zijn dan G-kracht. Vraag 11. Vraag 11 is een lastige vraag. In die zin dat we veel moeten gaan rekenen dadelijk. We moeten op twee verschillende manieren gaan proberen te bepalen hoe groot die G-kracht, die definitie, hoe groot die G-kracht is. Die Karel en Ingrid hebben de meting uitgevoerd. Ze zijn in de attractie gaan zitten met hun sensor. Ze hebben een plaatje gemaakt
met de spanning van die sensor in de loop van de tijd. En aan ons de vraag om op twee verschillende manieren te gaan bepalen hoe groot die G-kracht is. Voordat ik dat ga doen, wil ik eerst eventjes de situatie duidelijk krijgen. Want er wordt geëist in de vraag dat we gaan kijken naar de situatie op het laagste punt. Dus wanneer beide leerlingen op het laagste punt bevinden van hun cirkel. Ze maken een cirkelbeweging. Welke krachten of welke krachten werken er op deze beide leerlingen? En dus ook op die sensor. Er werkt natuurlijk een zwaartekracht. De zwaartekracht werkt op dat knikkertje wat in de sensor zit. En er werkt een normaalkracht. Maar hoe groot moet die normaalkracht nu zijn? Eén ding weten we zeker. Beide leerlingen voeren een cirkelbeweging uit. En dat kan alleen maar als er een middelpuntzoekende kracht is. Dus de normaalkracht samen met de zwaartekracht moeten een middelpuntzoekende kracht leveren. En dat kan alleen als die normaalkracht een stuk groter is dan die middelpuntzoekende kracht. Even normaal. Nou, hoeveel groter? Uiteindelijk, als je alleen kijkt naar de grootte van die krachten, moet gelden dat de grootte van die normaalkracht gelijk is aan de zwaartekracht plus de middelpuntzoekende kracht opgeteld. Dat gaan we daar gebruiken en we gaan dat invoeren in deze formule voor de G-kracht. En die moet zijn gelijk de normaalkracht delen door de zwaartekracht. Dus de vraag wordt, kunnen wij op twee verschillende manieren de grootte van die normaalkracht bepalen? En manier 1 is dat we ons gaan richten op de omlooptijd. En die omlooptijd, laten we daarmee beginnen, die kunnen we hier aflezen. We hebben hier in het grafiekje, of in de meetgrafiek, hebben we precies 10 periodes kunnen we aflezen. Die kunnen we mooi nauwkeurig aflezen en die zijn ongeveer 37 seconden. Dat houdt ook in dat één omlooptijd 3,7 seconden is. We hebben net al gezien dat de middelpuntzoekende kracht een rol speelt. En de vraag is, kunnen we de middelpuntzoekende kracht uitrekenen? Ja, daar hebben we natuurlijk een formule voor. F middelpuntzoekende kracht is mv kwadraat delen door r. Nou is die r, de straal van de attractie, is gegeven. De massa van dat knikkertje, daar gaan we ons op concentreren, is ook gegeven. Alleen v is onbekend. Maar gelukkig, omdat we hier te maken hebben met een cirkelbeweging, hebben we ook een formule voor v. V kunnen we uitrekenen, is gelijk aan 2 pi mal r delen door t. En die gegevens hebben we allemaal. Dus we kunnen beginnen met het uitrekenen van de omloopsnelheid. 2 mal pi mal r. R is gegeven, die was 4,7 meter. En we hebben gezien dat de omlooptijd 3,7 seconden is. Dat levert ons een snelheid van 7,98 meter per seconde. Die gaan we invullen in de middelpuntzoekende kracht. Dan is F middelpuntzoekend gelijk aan de massa van het knikkertje. Nou, de massa was 50 gram, natuurlijk een kilogram invoeren. Maal de snelheid in het kwadraat, 7,98 in het kwadraat. Delen door de straal, en die wisten we ook wel, die was 4,7 meter. En dan kunnen we uitrekenen hoe groot de middelpuntzoekende kracht is. 0,677 newton. Nu hadden we net gezien dat de normaalkracht gelijk is aan de middelpuntzoekende kracht, de grootte van de normaalkracht dan, plus de zwaartekracht. Nu zie je zwaartekracht natuurlijk snel te berekenen, want we weten de massa van het knikkertje. En dat moeten we gewoon maal 9,81 doen. Uiteindelijk komt eruit een kracht van 1,17 newton. Dat is de normaalkracht die volgt uit die omlooptijd. We moeten nog één ding doen. Ze willen de G-kracht weten. En G-kracht is de normaalkracht delen door de zwaartekracht. Is 1,17 delen door, ja, hoe groot is die zwaartekracht? Die is 0,050 maal 9,81 weer. Iets in de orde van 0,50. Iets kleiner. 0,
0,49. En als je die op elkaar deelt, dan komt er uit een G-kracht van 2,4. Dus de verhouding tussen de normaalkracht en de zwaartekracht. Via methode 1. Nu gaan we kijken naar methode 2. En bij methode 2 wordt gezegd, maak gebruik van de sensorspanning. En gebruik deze sensorspanning om de G-kracht te bepalen. En als we dat goed doen, dan moet er natuurlijk ook iets van 2,4 uitkomen. Nou, gaan we eens even kijken. Je ziet dat de sensorspanning toeneemt en afneemt, toeneemt en afneemt. En hoe hoger de sensorspanning, hoe groter die normaalkracht is die dat balletje voelt. Wanneer is de normaalkracht het grootste? De normaalkracht is het grootste wanneer het balletje zich op het laagste punt bevindt. Dus deze waarden hier, die horen bij het laagste punt. En die kun je aflezen. Die waarden zijn in de orde van 5,1 volt. En als je gaat kijken welke kracht erbij hoort, dan hoort er een kracht bij van ongeveer 1,2 newton. Nou, die moeten we even onthouden, die nemen we even mee. Dus we kunnen rechtstreeks aflezen dat de normaalkracht 1,2 newton is. De g-force, de g-kracht, is F normaal delen door Fz, is 1,2 delen door 0,49. En dan komt gelukkig voor ons afgerond hetzelfde uit, 2,4.